Deze video is mogelijk gemaakt door EA Game Changers. Hey Simmers, er is weer een nieuw Sims 4 pakket uitgekomen. Namelijk de Sims 4 Paranormaal accessoires. Of tenminste, hij is nog niet uitgekomen. Hij komt aanstaande dinsdag uit. 26 januari voor iedereen. Maar ik mag hem gelukkig voor jullie weer alvast even testen. Om te kijken of het eng genoeg is voor ons. Het moet natuurlijk niet pussy zijn. Dus, ik ben hier in de Sims 4 Paranormaal. En er staat welkom bij de Sims 4 Paranormaal accessoires. Ontmoet griezelige huisgenoten in je gloednieuwe huis. Kan ook van iemand anders zijn. Als het een van de nieuwe spookhuiskavels is. Ik denk dat je dan je huis deelt met een soort geest of zo. Cool. Verwacht bezoekers. Met snoezigheid komen ze overal mee weg. Behaag de ondeugende geestjes om in alle vaardigheden te relaxen. Of laat ze herrie schoppen om de pool dag en nacht op stank te jagen. Dat klinkt interessant. Reinig je huis. Gidri het spook. Geef je graag advies. Verwijder vervloekte voorwerpen. Voer een seance uit. Praat met de doden en ontvangen geschenken van geestjes. Dat is een typfout. Je kunt zelfs Bonhilda, de skeletassistent, oproepen. Ik heb Bonhilda echt zin in. Oké, kalmeer de geesten. Beheer de mediumvaardigheid en maak indruk op Gidri om een licentie als paranormaal onderzoeker te krijgen. Oké. Met alle toenemende mysterieuze activiteiten is het aan jou, Sim, om daar een einde aan te maken. Jongens, ik had van tevoren niet echt heel veel zin in een paranormaal pakket. Maar als ik dit zo hoor, denk ik dat we hier echt heel veel lol mee gaan hebben. Oké, ik heb even een nieuw spel gestart. En ik wilde nu eerst de creëren Sim-spullen laten zien, zoals altijd. Maar ik krijg meteen een pop-up met spookwoonhuis is nu beschikbaar. Open in bouw het kavelgegevenspaneel en selecteer onder het kaveltype spookwoonhuis om een spookwoning te bouwen en van unieke kavelvoordelen te profiteren. Wil je deze kavel nu plaatsen? Ja, ik wil de spookkavel. Moet je kijken hoe creepy dit eruit ziet. I love it. Niet in Solani, though. Ik ben eigenlijk heel erg geneigd om het in Forgotten Hollow te zetten om het te combineren met vampieren, dus dat ga ik doen. Jongens, hij is geplaatst, hoor. Dit is het spookhuis. Oké, ik ga even... Laten we gewoon meteen een tour doen. Want ik ben ook wel een soort van benieuwd hoe het spookhuis eruit ziet. Even kijken. Want ik heb geen idee dus nog. Oké, ja, het ziet er wel uit alsof dit inderdaad zou spoken. Er staat hier ook best wel een soort van creepy hand. Keukentje. Oké. Ik weet ook helemaal niet wat of het spookhuis echt belangrijk is. Maar ik zie wel allemaal al leuke nieuwe meubels. Kijk, ik ben op de bovenverdieping. Wat zou hierachter zijn? Oh, hier is een seancekamer. Oké, dat hebben we ook gewoon. Hè? Een speciale dedicated spot waar je geesten kan oproepen. We hebben hier een slaapkamer. Ik ga even door de muur, want het is toch een spookpakket. Hier ook nog een kinderkamer voor als je op de een of andere redenen denkt, ik moet een kind nemen in deze vet enge spookgebeuren huis. Ik moet zeggen, het ziet er wel creepy uit, maar het is niet doodeng. Oké, laten we dan nu doorgaan naar de vaste volgorde, hoe ik het altijd doe met mijn trailerreacties. Als je meer wil zien trouwens, klik daar. Creëren Sim. Goed, we zijn in Creëren Sim met onze favoriete Sim, Anna de Boer. En we beginnen bij haar, zoals altijd. 4 nieuwe haarstijlen zo te zien, waaronder deze. Deze vind ik cool. Oké, het is net niet mijn haarstijl. Ik ga puur en alleen nu op de textuur, want het ziet er echt best wel realistisch uit. Sims hebben best wel een slechte geschiedenis met texturen en vooral wat meer natural hair. Haar van gekleurde vrouwen vinden ze over het algemeen lastig. Oh, ik wou net zeggen, ik kan de kleur niet veranderen. Maar hij glitchte gewoon. Oké, gelukkig. Gelukkig. Ik vind het er best wel cool uitzien eigenlijk. Oké, die hebben we. Dan hebben we dit coronakapsel. Dit ziet er een beetje uit. Alsof je vriend met de keukenschaar dacht, ik knip je pony wel even bij. Niet echt mijn smaak, dit. Persoonlijk. En dan hebben we nog dit kapsel. Hadden we dit kapsel niet in het basisspel? Dit is toch precies een kapsel uit het basisspel? Of ben ik nou helemaal gek? Oké, en dan hebben we nog deze tot slot. Ik weet niet helemaal wat dit nou voor textuur is. Ook wel bijzonder. Maar ja, op zich, ik vind het eigenlijk wel leuk. Maar dit kapsel, even checken. Nee, ik ben in de war met dit haar. En dit is gewoon het haar van het basisspel. En dit is het haar van Paranormaal. Het lijkt op elkaar. Niet hetzelfde. Oké, zo te zien hebben we ook twee hoofddeksels waarvan eentje is vergrendeld. Overleef 7 nachten in een spookhuis om te ontgrendelen. Oké, leuk, leuk. En we hebben een hoedje. Oh, ik vind het eigenlijk best wel een leuk hoedje. Het is wel een beetje my lady, tips fedora. Maar ja, oké, ik vind het wel leuk. Oh, deze ketting. Oh, dit ziet er wel uit als een soort van zweverige ketting die iemand zou dragen die de hele dag daar rond kaarten aan het leggen is. En probeert om waar te zeggen en theebladeren te lezen. Nee, een grapje. Ik vind het een leuke ketting. Zo te zien is dat alles voor het gezicht. Dus we gaan verder met de kleding. En ik begin even met de t-shirt. Oké, twee t-shirts. Waaronder deze crop top. Oh,
Oh, het doet me een beetje aan Afrika denken. Ik vind het best wel cool. Ik vind het patroontjes leuk. En ja, ik bedoel, in het echt zou ik zelf zoiets nooit naar buiten aandurven. Maar ik vind het wel echt een heel cool ding. En dan hebben we ook nog deze blouse met soort van franjes aan de zijkant. Nou, vrolijk is het in elk geval wel. Het is wel kleurrijk. Het komt wel overeen met de meubels die ik ook al in de trailer had gezien van dit pakket. Dus ik vind het wel tof. En dan voor broeken hebben we deze ontzettend leuke... Oh, dit is een setje. Oké, deze past bij de broek bij de shirt met franjes. En dit is een short met... Ja, ook met franjes. Het zou ook een vet leuke pyjama broek kunnen zijn trouwens. Dan hebben we nog deze skinny jeans. Die ziet er ook goed uit. Hij is wat lager. Verschillende kleurtjes met een soort... Ja, wat is dit voor riem? Hoe noem je zoiets? Macramé? Oh, dat is wel heftig. Nou ja, oké. Wel een look dit. Best wel jaren 70. En dan hebben we nog dit rokje. Een soort leer moet het denk ik zijn. Een beetje leerachtig ziet het er wel uit. Of suède. Ah, ik vind het wel een heel mooi rokje ook. En dan hebben we ook nog outfits voor het volledige lichaam. Ten eerste deze jurk. Wel mooie kleuren. Ik vind het op zich wel mooi. Ik vind het alleen een beetje raar dat hij hier onder de borsten zeg maar is afgesneden. En dat er dan ook nog een riem omheen zit. Beetje dubbel. Ik zou die riem eigenlijk weg willen hebben. Ik weet niet zo goed wat ik daarvan vind. En dan hebben we nog dit. Flower power gewaad. Ja, nou het is wel kleurrijk. Ik vind het wel vrolijk. Het is gewoon, ik vind het, kijk, kwaliteit van hoe het eruit ziet. De afwerking van de stoffen. En het ziet er niet heel raar uit. Het ziet er goed uit. Het is gewoon niet echt mijn smaak. Dit vind ik trouwens wel leuk. Dit is wel een leuke outfit. Ja, best wel vrolijk ook. En, oh, dit is ook wel een, ja. Laat in de reacties weten, is dit iets wat jij aan zou trekken? Want ik vind het ergens ook best wel cool of zo. Dat het zo'n lange jurk is die dan zo open is gedragen met een short eronder. Ik vind het eigenlijk wel wat hebben. Sieraden zijn er niet, maar schoenen zijn er zeker wel. En wacht heel even. Even iets aan waarbij we de schoenen ook kunnen zien. Ja, ik weet niet zo goed wat dit moet voorstellen. Wat zijn dit voor schoenen? Een soort van laarsjes, maar dan wel met de blote tenen. Oké, en we hebben deze hakken met een gesp. Zou ik persoonlijk ook niet zo heel snel dragen eigenlijk, om eerlijk te zijn. En dan hebben we ook nog 7 nachten overleven in een spookhuis schoenen. Oké, bijzonder. Dat is het alweer voor vrouwen. Even kijken, want we hebben als het goed is wel andere dingen nieuw. Nee, ik dacht dat we ook een nieuwe eigenschappen hadden, maar dat is niet zo. Ik ben in de war met een nieuwe emotie, want met het pakket is er een nieuwe emotie toegevoegd. Waarvan ik eigenlijk dacht toen ik het hoorde, zal dit er nog niet in? Inderdaad, waarom zal dit er nog niet in? Dat is angst. We hadden nog geen angst in de Sims. Je Sim kon niet bang worden. Als je Sim ergens bang voor is, raakt hij heel erg gespannen. Ja, ook als kinderen bijvoorbeeld een monster onder het bed hebben of het onweert heel hard, raak je heel erg gespannen of als er brand is. Maar je wordt eigenlijk nergens bang van. En dat is er nu wel. Ik probeer even een man te zoeken die er een klein beetje als een model uitziet, zodat we even goed wat dingen kunnen demoen. Deze man is wel goed. Deze man, hier doen we het mee. Nou, dit is eigenlijk een hele knappe man, behalve dan die oorbellen en die neusring. Zo. Oké, nou, we hebben natuurlijk dit nieuwe kapsel. En ik moet zeggen, nu ik het zo op een man zie, vind ik dit kapsel eigenlijk wel wat cooler. Dit hadden we net bij de vrouwen ook al gezien. En hetzelfde geldt eigenlijk voor deze dreads. En ik vind dit ook echt een super vet kapsel voor mannen. Echt heel vet. Nou, mannen kunnen ook hetzelfde hoedje op. Die heb ik net ook al laten zien. En ze hebben ook dezelfde ketting. Oké, voor t-shirts hebben we ten eerste dit wijde overhemd met een soort hier patroontje. Ja, komt gewoon in veel kleurtjes met en zonder bloemen. Ik vind het zonder persoonlijk leuker, maar goed. Je hebt dus wel keus. Dan hebben we dit. En dit is ook... Het is allemaal zo jaren 70, misschien zelfs jaren 60. Ik vind het wel wat hebben. Het is alleen nog dat we geen borsthaar hebben in de Sims. Anders had je hier echt zo'n muzikantenlook van kunnen maken. Maar goed, dit is een interessant jasje met een interessante blouse. En dan hebben we ook nog deze met een gilet eroverheen. Die zo half in het broek is gestoken. En dat vind ik eigenlijk wel leuk. Want dat is de eerste keer dat we volgens mij een kledingstuk hebben dat op die manier zo erin is gepropt. Dus dit ziet er heel goed uit. Nou, dan hebben we diezelfde skinny jeans die we voor vrouwen ook al hadden. Hebben we ook voor mannen. Ziet er ook gewoon hartstikke goed uit. Ik vind hem op mannen ook wel heel erg mooi. En dan hebben we ook nog een wat wijdere broek met een broekketting, zo te zien. Met strepen, ja. Hier staat een eikeltje op. Hier zo. Eikeltjes pyjama. Oké, voor volledige outfits hebben we alleen eentje die we kunnen ontgrendelen. Waarvoor we ook weer 7 nachten in een spookhuis moeten overleven. En hetzelfde geldt voor de schoenen. Dus qua kleding is het heel weinig. Ik ga nog even snel checken of er ook iets voor kinderen is. Oké, er zijn heel weinig dingen voor kinderen, maar ze zijn er wel. We hebben sowieso dezelfde kapsels voor kinderen ook, die we ook voor volwassenen hadden. Zoals deze fantastische coronacoupe. Deze dreads, die ik op zich ook wel heel vet vind op kinderen. En dit kapsel is wel echt
Ook heel leuk voor kinderen. En qua kleding hebben we dan voor meisjes alleen nog deze jurk met een broekje eronder. Dit vind ik echt een hele leuke outfit. Verder hebben we eigenlijk niks. En voor jongens hebben we ook dit kapsel. Maar dat is wat het is voor kinderen. En hij is er ook voor peuters. En voor peutermeisjes hebben we dan ook nog dit verschrikkelijke kapsel. Ja, sorry, ik vind het vreselijk. Maar ook dit kapsel met lang haar. Wat echt ontzettend schattig is. Want zoveel lang haar hadden we niet voor peuters. Het enige wat ik hier nu zie is... Dit had iets beter afgewerkt kunnen worden. Kijk, het valt niet op haar schouders. Het hangt er een soort van... Het zweeft er een soort van boven. En dan weet ik niet of dat bij de volwassenen ook zo was. Maar ja, bij peuters valt het me toevallig gewoon op. Vind ik iets minder. Nou, ik ben wel lekker bezig, dus ik ga gelijk door met alle spullen die inkopen en bouwen zitten. Ten eerste hebben we bloemetjesbehang. Jee, we hebben bloemetjesbehang. Even kijken, dit komt volgens mij in best wel veel kleurtjes. Ik zal het even snel laten zien. Ja, ik vind het eigenlijk best wel tof, nu ik het zo zie. Ik dacht eerst wat truttig, maar ik denk dat je dit eigenlijk best wel leuk zou kunnen stylen. Ook in een modern huis misschien. Ik bedoel, deze kleur, of tenminste, even kijken, deze donkerblauwe kleur bijvoorbeeld. Ik weet niet, misschien kan je daar wel wat mee. Ik vind het wel nice. En dan hebben we deze vloer. En die had ik in de trailer ook al opgemerkt. Dit parket vind ik echt heel gaaf. Het is echt zo'n traditionele houten vloer. Echt super cool. Ik vind het best wel nice. Je hebt echt heel donker, heel licht. Maar ook gekke kleurtjes, zoals groen. Ja, ik vind het wel nice. Ik vind dit denk ik de mooiste. Het enige wat ik jammer vind hieraan is dat er niet een tweede vloer bij is. Die je hier zo bijvoorbeeld in het midden zou kunnen leggen. Weet je wel? Want dit is wel heel erg druk. Kijk, je zou misschien zoiets willen. Ik heb even de vloer van Ecologisch Leven erbij gecombineerd. Nou, is dit niet allemaal dezelfde soort hout. Maar je zou eigenlijk willen dat dit donkerdere hout van de twee, dat je daar ook een aparte vloer voor had. Dat zou het net wat mooier maken. Dat je een beetje dit effect krijgt. Snap je wat ik bedoel? Desondanks, mooie vloer. We hebben geen nieuwe ramen en geen nieuwe deuren. En daardoor moet ik meteen denken dat ze met dit pakket waarschijnlijk veel meer hebben gericht op de gameplay. Hè? Want het is een accessoire pakket. Het is geen gamepack of uitbreidingspakket. Dus het is het kleinste wat er is. Ik denk daarom dat ze veel meer tijd en energie in de gameplay hebben gestoken dan in de spullen. Wat ik kan waarderen voor dit pakket. Want ik was eigenlijk een beetje bang dat er heel erg veel lelijke oude van die oude vergane geesten dingen in zouden zitten. Of zo van die verlaten huizen en zo. En dat... Ja, dat gebruik je toch bijna nooit echt in je spel. Dus ik ben eigenlijk wel blij dat dat niet zo is. Maar we moeten natuurlijk wel nog naar de spullen kijken. Te beginnen met deze stoel hier. Oh, wat een toffe stoel. Oké. Ja, ik vind het dus heel leuk. Want het is heel kleurrijk. Het is niet modern. Het kan wat ouderwets zijn. Maar tegelijkertijd is de vorm van de stoel en de patroontjes die erop zitten... zijn wel heel modern. Ook al is de kleur dat misschien niet... Ik denk ook dat dit misschien met movie hangout stuff, of hoe heet het, filmavond, kan je dit misschien goed combineren. Oh, en deze stoel vind ik wel leuk. Je ziet het tegenwoordig ook steeds meer, dat, hoe heet het ook alweer, dat webbing. En nou vind ik het persoonlijk verschrikkelijk, maar ik vind het wel heel leuk om het in de Sims te hebben. Nou, oh mijn god, deze bank. Oké, I love deze bank nu al. En er zijn ook neutrale kleuren. Halleluja. Ja, daar ben ik echt blij mee. Want ik was bang dat hij er zeg maar alleen... Als hij alleen in het geel zou komen en niet bijvoorbeeld ook in deze kleur... Dan zou je hem niet heel veel kunnen gebruiken. Zeker ook omdat die kussentjes en die kleedjes dan net weer een aparte kleur zijn, snap je? Maar dit is echt tof. Dit kan je echt best wel goed in elk huis neerzetten. Ik vind dat kleedje ook leuk. En dit is echt een van de eerste banken waarbij we echt gewoon een moderne binnenbank... Waarbij we echt wat aankleding hebben, zoals kussentjes en zo. Waarom hebben we dat niet eerder gehad? Dat vraag ik me nu af. Nou, en dan is er nog dit geval... Ja, dit moet je smaak zijn. Het is mijn smaak niet, maar het is wel cool. En ik moet zeggen, ik vind die stof er wel heel goed uitzien, zoals... Dat dit eruit ziet alsof het een beetje vergaan is. Of heel zacht of zo. Het ziet er lekker uit. Dit is de tafel van woede. En ik denk dat dit een bijzettafel is. Ook weer met tafelkleedjes in verschillende patroontjes. Met vogels en zo. Heel erg leuk. Dit kastje hebben we. Ik denk trouwens dat dit pakket ook goed gaat samengaat met stedelijk leven. Want daar heb je ook best wel veel dingen in deze felle kleuren. Oh, deze vind ik echt best wel heel tof. Eigenlijk. Er was ooit een sim in nood. Haar hal was hopeloos bezeten. Een slechte inrichting was de oorzaak, maar nu applaudisseren de geesten. Kristallenbol bijzettafel. Oh. Oh, dit is iets wat mijn zusje mooi zou vinden. Wat Jet leuk zou vinden. Heel cool ook. Is dit marmer hier? Oeh. Oh, die onderste plaat is van marmer. Oké, ik vind dit wel chic hoor.
Dit is een bijzettafel. Een tatje geluk bijzettafel. Nou ja, oké. Gewoon een soort koffertje. Dan hebben we de koffietafel hier. Wat, hoe staat het? Bijna compleet normale koffietafel. Oké, lekker met bloemetjes. Oh, en hij is er ook neutraal. Ik vind het zo fijn als ze dat doen. Fantastisch. Oké, dan hebben we hier oud-tantes bureau. Dit ziet er inderdaad uit alsof dit van iemands oud-tante is geweest. Maar wel alsof iemand het heeft geupcycled. IKEA hack of zo, weet je wel. Met kleurtjes. En nou ja, het ziet er best wel leuk uit. Dan hebben we hier iets voor aan de muur. En dit is gewoon een, ja, een soort hangkastje eigenlijk. Een plankje met een plantje erop. En dat hangplantje is natuurlijk ook weer heel modern. Dus het is een heel ouderwets truttig ding. Maar die kleurtjes en dat plantje maken het wel meteen weer van deze tijd. En dit is botanisch bloemstuk nummer 108. Die nergens op kan staan. Oké, die moet waarschijnlijk op de grond dan. Oké, nou ja, ik had verwacht dat je dit op een tafel kon zetten, maar goed. Het zijn wel mooie bloemetjes. Maar wel raar dat het niet op een tafel kan staan. Nou, dan hebben we hier het spookclub dressoir. Het ziet er inderdaad spookachtig uit. Oh, hier kan je echt van die enge poppen inzetten die je in de trailer had gezien, weet je wel. Hier zo achter, vet creepy. We hebben hier een seance tafel en ik vraag me af... Oh ja, daar kan je deze stoelen inderdaad omheen zetten. Ja, in een paar kleurtjes. Ja, je hebt dus echt een specifieke seance tafel nodig als je een seance wil houden. Oh, hij komt hier al helemaal in een set. Oh kijk, hij is al helemaal voor je klaargemaakt. Met de verschillende objecten erop, zoals deze glazen bol. En ook weer die stoelen die ik net al had laten zien. Dit is botanisch bloemstuk nummer 7. Die mag op de een of andere reden wel op tafel. Ik vind het een beetje discriminatie dat deze dat dan niet mag. Nou, ik vind die bloemetjes gewoon heel erg leuk. Dan hebben we hier ongewone klim op. En dit is een plafondplant. Ook echt heel leuk. Dit zou echt leuk zijn voor in een wc of zo, weet je wel. Dat je niet heel veel ruimte hebt om een plant neer te zetten. Maar dan kan je hem wel ophangen. Ik hou er echt van. De koeplant! De koeplant! Oh mijn god. Oh, kijk hoe schattig. Hij zit in zo'n stolp. Oh, dit vind ik echt leuk. Ik hou van de koeplanten in de Sims. Ja, fantastisch. We hebben hier de niet waarzeggende palmboom. In het huis van de Kerkhof staan spullen die er al eeuwenlang staan. Maar het meest verrassende item is toch wel deze palmboom. Technisch gezien is het een kamerpalm, dus zou hij niet al lang dood moeten zijn. Volgens de traditie van de familie van de Kerkhof stond deze boom in de salon van de waarzegster. Op een dag die deze bomen koken zou het boven op het hoofd van de waarzegster vallen. Geïrriteerd dat ze pijnlijke beeldbrood niet had weten te voorspellen, gaf de waarzegster de boom aan haar oude vriendin, jonkvrouw Rateldans van de Kerkhof. De boom heeft nooit meer kokosnoten geproduceerd, maar toch, kijk uit. Oké, okay, wordt gewoon bedreigd hier. Oh mijn god, maar ik vind dit wel een tof ding, hè? Oké, hij neemt 4 tegels in, maar die pot is niet zo groot. Dus deze kan je met move object gewoon lekker een beetje zo ergens in een hoekje zo proppen. Ik vind het een tof ding. Heel nice. Dan voor de enge fotocollectie. Hé, er zitten junglefoto's bij van Salvatorada onder andere. Oh, dat vind ik echt wel grappig. Want... En, oh, kijk. Oh, dit zijn grapjes naar oudere pakketten. Kijk, dit zijn jungle dingen uit Salvatorada. Dit is, ik weet niet wel, dit is een kasteel. Misschien de volgende pack. Wow, speculatie. En hier hebben we een plant van Strangerville. Dit is, ja, leuk detail. Leuk detail. Oké, we hebben hier een aantal creepy landhuizen. Ik ga niet die hele beschrijving voorlezen. Maar eentje is sowieso... Twee hiervan zijn Ghidri. Dat zijn die geestman met wie je vrienden moet worden als je de paranormaal carrière in wil gaan. En eentje is het creepy spookhuis, denk ik. Oké, nou, nice. Nou, dan hebben we hier ook nog een paar van die waarzegster gordijntjes. Ja, het ziet er wel vrolijk uit. Oké, nou, hier hebben we een standbeeld van een havik. Deze is ook heel cool. Deze vind ik wel echt heel leuk. Oh, wow, in het goud is hij ook vet, hé. Super vet ding. Nou, de glazen bol had ik net natuurlijk al laten zien. We hebben deze creepy hand. Ik denk dat dit is om hand te lezen. Dan hebben we hier een boek van silhouetten. Dat is ook wel leuk. Oh, een occulte markering. Kijk, je kan ook op de grond, kan je een soort van... hè, als je de duivel gaat oproepen, dan kan je dit op de grond tekenen. Nee, ik weet niet hoe dat werkt, maar dat hebben we. Die kunnen we dan heel convenient verstoppen onder een tapijt. Dan weet niemand dat het er is, die enge tekening. Maar dit is wel een gaaf tapijt. Oh, weet je wat ik hier heel tof aan vind? We hebben heel veel felgekleurde tapijten in de Sims. Maar die zijn bijna allemaal echt in kleurencombinaties dat je denkt, ja, dit past nergens. En deze zijn weliswaar heel fel, maar wel in één kleur. Fantastisch. Dan is er nog deze open haard. Deze vind ik ook tof. Oh, er zijn boeken aan de zijkant. Oeh, oké, dat vind ik echt tof. Dat vind ik echt heel tof. Deze is wel leuk. Ik weet niet. Het is een mooi ding wel. Hier hebben we nog een macramé ding. Wat zei ik net? Oh, bij die kleding zei ik net dat het is macramé. Nou, die persoon die dat heeft gemaakt, die riem, die heeft ook dit fantastische ding gehaakt. En we hebben hier ook nog een theeset. Die kan natuurlijk op de salontafel staan. Oké, dit is wel echt een leuk object. Wat een gave theepot. Ik wil ook zo'n theepot in het echt, man. Een vierkante theepot. Dat lijkt me echt cool. Nou, we hebben hier nog een lampje. Ja, een soort lantaarntje. Oh, en daar hebben we ook een hangende variant van. We hebben deze lantaarns in het hangend. Een soort kroonluchter. Ja, ziet er ook gewoon goed uit. En dan hebben we tot slot voor het laatste van de spullen nog dit wandlampje. Een soort van, doe ik maar een beetje denken aan een bloem of aan een vlinder of zo. Ik vind deze wel gaaf.
Dus dit is het, jongens. Dit is het voor de kleding en de spullen. En er is dus een nieuw spookhuiskavel die je meteen toe kan voegen als je het spel downloadt. Ik ben best wel onder de indruk. Het is niet heel veel, maar ik had ook niet anders verwacht eigenlijk. Wat erin zit vind ik goed. Geen rare texturen. Ik vind het best wel nice. Maar ik ben vooral heel erg benieuwd naar de gameplay. En dat ga ik in de volgende video zeker aan jullie laten zien. Dus als je daar nou ook benieuwd naar bent, geef deze video dan een like. En abonneer op mijn kanaal, want dat motiveert me heel erg om video's te maken. En hoef jij de gameplays niet te missen. Voor nu heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei!